De prijzenkast van Beyoncé telt sinds zondag 28 Grammy Awards en dat is een record. De zangeres is nu de vrouwelijke artiest met de meeste Grammys op haar naam. Tekst gaat verder: onder advertentie voor zondag moest Beyoncé op de lijst van muzikanten met de meeste Grammys nog een derde plaats delen met Stevie Wonder, met ieder 25 awards. Na haar winst voor beste videoclip voor Broneskin Girl en beste rapperformance samen met Megan Thee Stallion voor Savage stond ze op gelijke hoogte met Alison Krauss, maar na haar Grammy voor beste R&B performance voor Black Parade was ze ook de countryzangeres voorbij. In de speech die ze gaf na het verbreken van haar record, bedankte Beyoncé haar drie kinderen en feliciteerde ze haar dochter Blue Ivy. De 9-jarige won eerder zondag haar eerste Grammy omdat ze met haar moeder aan de clip van Broneskin Girl heeft gewerkt. Beyoncé heeft nu evenveel Grammys als Quincy Jones. Dirigent Georg Solti voert de lijst aan. De in 1997 overleden Hongaar won 31 Grammy Awards. Buzzelets Blok ADS.